Dit is Caimana, een dorpje aan de zuidkust van de Vogelkop in het meest westelijke deel van Nieuw-Guinea. Het dorp bestaat uit één straat. Aan een kustlijn van 1800 kilometer, een afstand van de Nederlandse grens tot aan Madrid, liggen 8 van deze dorpen. Het tekent de enorme leegte van Nieuw-Guinea. Nederlandse mariniers zijn sinds kort een vertrouwd deel van het straatbeeld geworden, want Caimana is in het nieuws. Eind april zijn in de omgeving een 50-tal Indonesische parachutisten geland. Hier, aan de voet van deze dreigende berg, toen het strand bij laag water droog stond, zijn de eerste 2 Nederlandse soldaten gesneuveld. Zij liggen begraven op het kerkhof dat, zoals vele dingen in Caimana, een verwaarloosde indruk maakt. Er staan hier 2 eenvoudige houten kruisen die later vervangen zullen worden door een steen. Kapitein Muller, er zijn hier in Caimana 2 Nederlandse soldaten gesneuveld. Een bericht dat in Nederland uiteraard diepe indruk heeft gemaakt. Kunt u er misschien iets meer van vertellen? Meneer Wichbold, op 1 juni is een patrouille van de landmacht, versterkt met wat mariniers en militairen van het Papenvrijwilligerskorps, uitgetrokken. En op een gegeven moment tegen de avond zetten zij de achtervolging in op een 3-tal parachutisten die op enige afstand hard voor hen wegrenden. En hierbij ontving deze patrouille een zeer hevig vuur van automatische wapens van betrekkelijk korte afstand. En omdat deze para's dus het eerste schot hadden op dat moment, zijn er dus 2 doden gevallen, waarbij dus tevens ook een marinier nog licht gewond werd. En het kan alleen maar een wonder worden genoemd dat er niet meer mensen gewond of gedood zijn geraakt op dat ogenblik. Vlak bij de graven van de 2 gesneuvelden ligt ook het graf van een militair die bij een ongeluk om het leven is gekomen. De voornaamste verbinding tussen Caimana en de buitenwereld is het vliegveld. Vliegtuigen van de Koninklijke Luchtmacht zorgen voor de aanvoer van voorraden. Op het vliegveld zijn ook enige legereenheden gestationeerd. Op Caimana kunnen thans ook Hunter-straaljagers landen, het enige vliegveld in de Vogelkop dat een startbaan van voldoende lengte heeft. De verbinding tussen het vliegveld en Caimana wordt gevormd door een hobbelig pad. Het is niet veel, maar het is het enige pad in de omtrek van meer dan 100 kilometer waarover auto's kunnen rijden. Ofschoon er in de directe omgeving geen parachutisten zijn gesignaleerd, nemen de mariniers het zekere voor het onzekere. Zij houden hun wapens schietklaar. Het is geen gemakkelijke rit, maar zij leven nog in weelde, vergeleken bij de troepen die in het ondoordringbare oerwoud moeten trachten de Indonesische parachutisten op het spoor te komen. Over hun moeilijkheden vertelt de commandant van de mariniers, majoor van der Vaart. U ziet hier op de kaart Caimana, met links en rechts, oost en west, allerlei grote baaien. De compagnie uit Curaçao, samengesteld uit de Rubanen en Curaçaose mariniers, zijn ter versterking als eenheid naar Caimana toegekomen om de eenheden die daar van de KL al reeds lagen te versterken. Zodra we hier aankwamen konden we al meteen ingezet worden, want er was klaarblijkelijk een dropping geschied in deze omgeving op 26 april. Een dropping van para's van een groep van 50. Ze hadden naar de hand, bleek uit de gegevens, de bedoeling om naar Caimana te komen. Wij zijn, ik kan niet zeggen tijdig, maar pas op 16 mei zijn we gewaarschuwd dat die daar gedropt waren in deze omgeving. Maar deze para's waren toen al bereids ongeveer hier aangeland. En hoe is het toen verder gegaan? Die groep die heeft zich alsmaar verder voortbewogen naar Caimana. Maar bereids is, toen wij die inlichting dus kregen, is er hier in deze omgeving een landing geweest van een versterkt peloton van onze mariniers. En er is een afsluiting gelegd in deze omgeving van KL. De bedoeling was dus een omtrekkende beweging te maken en de lui in de rug op te drijven of aan te vallen en tegen de afsluiting aan te drukken. Dat is ook gebeurd, maar voordat ze bij de afsluiting waren hadden wij dus al contact, een vuurcontact.
Ze werden volkomen verrast en vluchten alle kanten uit. Daarbij zijn twee de doden gemaakt aan hun zijde en twee gevangenen. Van die gevangenen hebben we dus al gehoord dat de toestand en het moreel van de lui al bijzonder verzwakt was door de honger die ze hebben. En de weinig mogelijkheden om dat op te lossen, want de bevolking werkt helemaal niet mee. En ze moeten dus, wat ze aan voeding krijgen, moeten ze stelen uit de tuinen van de bevolking. Tot nu toe is dus de toestand zo dat de twee groepen hebben zich weer kunnen verenigen. Ver ten noorden van Kaimana dus nog steeds. En de KL ligt dus nog steeds in afsluiting. En de patrouilles, bevolking, Papua en politie zijn zeer uitgebreid aan het zoeken naar de locatie die op het ogenblik nog niet bekend is. Dat is de laatste fase eigenlijk dus. Ik neem aan dat er bijzonder veel van de Nederlandse troepen wordt gevergd in dit terrein. Dat is inderdaad zo. Het terrein is bijzonder zwaar geaccidenteerd en het zijn steile bergen. En wanneer men spreekt van bevolkingspaden, dan zijn dat de beste wegen die er dan eigenlijk bestaan tussen de verschillende kampongs. Maar zijn dusdanig slecht is alsmaar vallen, glijden en, opstaan en weer verder gaan. En wat dus natuurlijk veel energie vergt van de mariniers en de soldaten. Hoe staat het nou met de voorraden? De voorraden die zijn niet heel op het ogenblik van die para's. Want wij hebben een keer een overval gedaan op een bivak. Daar was het complete groepje weer bij elkaar. En toen zijn alle voorraden die ze hadden zijn buit gemaakt. Want zij waren zelf weg weer voor de zoveelste maal aan het voedsel zoeken. En er zijn dus vier wapens en een totale reservevoorraad en uitrusting. En eventueel voedsel wat ze hadden zijn daar volkomen mee opgeraakt. Ik mag dus aannemen dat hun positie op het ogenblik moeilijk is. Ik heb een idee dat u daar volkomen gelijk in heeft. Ik bedoel, ze zijn zonder van alle voedsel verstoken op het ogenblik, opgesloten. Ze hebben geen reservevoorraden, ze hebben alleen hun wapen en hun koppel nog en waren dus al bijzonder hongerig. Aan de aanlegsteiger van Kaimana liggen twee boten klaar. Want de werkelijke strijd speelt zich enkele tientallen kilometers verder af. Deze boten onderhouden de verbinding met de kampongs Sisir 1 en Sisir 2... de uitvalsbasis van de Nederlandse troepen. Een andere verbinding dan over zee is er niet. De boten zijn ieder bewapend met drie mitrailleurs. Als de uitkijk dicht bij de kust een prauw gesignaleerd heeft, wordt de boot bijgedraaid. De prauw wordt opgeroepen naar de boot te komen. De lopen van de mitrailleurs worden op de prauw gericht, want men weet nooit of het geen Indonesische parachutisten zijn die een prauw hebben weten te bemachtigen. Het blijkt echter een onschuldig geval. Het is een Papua met een Copra-transport en de prauw voert zelfs een minimaal Nederlands vlaggetje in top. Ja. Kurang reken, tapi banyak. Oh, banyak itu kita orang, Pak Tuan Mandor, Nasri, Tuan. Nah, ya. Ini, saya, ini, Gati. Ya. De reis wordt voortgezet totdat men de baai zo ver mogelijk is binnengevaren. Door de koraalriffen kan men niet vlak bij de kust komen. Rubberboten moeten de rest doen, maar doordat deze juist gebruikt worden voor het bevoorraden van enkele posten verderop, moet het transport nu met wankele prauwen geschieden. Intussen blijft een mitrailleur op de bergen gericht, want nog enkele dagen geleden werd hier vandaan geschoten. Langzaam nadert men nu de kampong. Er staat al een soldaat klaar om de prauw op het strand te trekken. De kampong zelf maakt een bijzonder zindelijke indruk. De bewoners werken nauw met de Nederlandse troepen samen. Zij leveren ook de gidsen die de Nederlandse militairen op hun tochten door het bijna ondoordringbare oerwoud vergezellen. Maar verder gaat het leven zijn gewone, oude gang. De soldaten zijn in enkele hutten ondergebracht. Voordat ze er waren, hadden de Indonesiërs de kust hier al bereikt. Een van de bewoners vertelt hoe hij toen geprobeerd heeft de para's om de tuin te leiden. De kampongbewoners zijn allemaal weggegaan met zijn kinderen en met zijn mannen. En ik blijf nu gewoon zelf hier. En ik ga naar de strand toe. Ik sta daar en ik begin met te praten.
Die ploppers steken eerst zijn hand op en ik steek ook mijn hand op. Zo. En zij begint te roepen, oh papa, help ons. Ik zeg, ja, goed, ik zal jullie helpen, maar kijk eens, het is nog up, hè. Ik kan niet zelf die vrouw niet wegduwen. Nou, ze praat door. Hey papa, help ons toch? Ja, goed, ik zal jullie helpen, maar even wachten. Ja, ik kan niet zelf voor deze vrouw wegduwen. Maar even wachten. Nou, ik loop zo heen en weer, hè. Een beetje die mensen niet, geen weg om te krijgen om naar dit kampong te komen. Nou, ik ga dicht bij de prauw staan en ik pak die prauw en ze komen weer dichterbij. Nou, ik vraag, waar gaan jullie nou naartoe? Ze zeggen, wij moeten naar Sisir. Oh, goed, best. Ze hebben jullie nou nu honger, hè? Nou, ze zeggen allemaal, ja. Nou, plotseling, direct kwam die rubberboot eraan. Nou, ik kan niet meer doen. Die drie ploppers gaat weer terug op dezelfde weg. En ik ga ook met de prauw, de kleine prauw, om die bericht weer geven voor de mariniers die daar aankomen. Dat ze niet langs de kust heen gaan, want de ploppers zijn nog daar eerder geweest. Van de zeezijde keert intussen een patrouille van mariniers, versterkt met leden van het Papua Vrijwilligerskorps, terug. Dagenlang zijn zij onderweg geweest in wat men wel de groene hel noemt. Zij reageren nauwelijks als de filmcamera op hen gericht wordt. Het enige waar ze belangstelling voor hebben is eten en schone kleren. Vermoeidheid en uitputting hebben hun gezichten getekend. De leden van het Papua Vrijwilligerskorps zijn nog het beste tegen de inspanningen bestand. Toch vormen zij wellicht het meest tragische element. Want niemand die hen in de ogen heeft gezien, zal de vraag van zich af kunnen zetten, wat zal er over 2 jaar van deze mannen geworden zijn? Ik bied jullie mijn verontschuldiging aan voor het feit dat ik jullie onmiddellijk voor de camera haal, nadat je van een, naar mijn gevoel, uitermate zware patrouille tocht bent teruggekomen. Maar wij wilden graag de Nederlandse kijker enige indruk geven van het leven van jullie. Hoe lang zijn jullie weg geweest? Nou, we zijn maandag, eerste Pinksterdag, nee, tweede Pinksterdag, zijn we weggegaan. We zouden voor 2 dagen, uiterlijk 3 dagen zouden we wegblijven. Maar ja, het is een beetje langer geworden. 4, 5 dagen zijn we weggebleven. Hebben jullie genoeg te eten gehad op deze patrouille? In het begin ging dat wel, maar ja, sinds gisteren hebben we niks meer te eten gehad. Want toen is er geen voedsel opgevoerd, dus hebben we geleefd om een halve beker melk tot vandaag toe. Hoe lopen jullie nou zo overdag? Nou, we gaan ongeveer door de loempoer, hè, door de modder. Nou, ja, af en toe kun je er tot je kruis en toe in te zitten, maar ja, dat moet er maar bij wezen. Nou, en dan gaat bijvoorbeeld bij ons gaat er een papua voorop, hè. Dat is zo'n gids. Nou, die leidt ons overal naartoe. Die vinden alle sporen, die weten alles te vinden. Als we die niet hadden, nou, dan waren we werkelijk niet best af geweest, hoor. Hoe krijgen jullie nu drinkwater op de patrouilletocht? Nou, dat drinkwater, dat is zo slecht, meneer. Ik kan u vertellen, we zitten op patrouille of zo. En een jerrycans met water kan je niet opvoeren. En als je dan bij een beek of bij een ding zit, nou ja, dan kan je eruit drinken. Maar meestal is dat niet het geval, dus dan krijg je pillen mee, weet u, van die zuiveringstabletten. Nou, en als je dan een fles met water, vaak modderwater, als je daar dan die pillen ingooit, je krijgt een hele chloorsmaak aan het water en zo. Dat is werkelijk als niet om te drinken. Maar ja, het moet maar, hè. Hoe slapen jullie in ons nas? Nou ja, je komt er s'avonds aan en dan ga je een bivak oprichten. Nou, meestal als je een lange patrouille hebt, heb je je tentzeltje bij je. Nou, als je dat 1 of 2 dagen, dan ga je alleen op je ponchootje, je regenzeil is dat. En dan kruip je dan in. Maar als het dan regent? Ja, dan moet je ook zien te belpen natuurlijk. Dus hebben goed mogelijk in te rollen in je zeiltje en zo droog mogelijk zien te blijven. En desnoods neem je maar een pisangblad boven je hoofd. Zijn jullie nog geweest bij die overval op dat bivakkamp van de Indonesiërs? Ja, wij zijn ten eerste patrouille gegaan hier achterom. Zodat we 1 dag hebben gelopen en toen zijn we in bivak gegaan. Toen hebben we al een paar sporen gevonden. En toen stootte die voorste geweergroep van ons, die stootte op de bivak. Na een hoop geknetter en geknal. Nou, toen gingen die anderen aan die paarders, liepen weg allemaal. En toen hebben wij dat bivak ingenomen. Alle baddingen en alle spullen van die lui hebben we ingenomen. Nou, later, toen we bij die kali waren, toen kwam er een luitenant die
Die kwam zich overgeven omdat hij geen schoenen meer aan had. Hoe komen jullie nu achter die sporen van de Indonesische parachutisten? Nou, dat is door het toedoen van de paardwas die als gids meegaan met onze patrouille. En deze mensen die zijn in de bus zijn ze zeer goed, want we nemen bijvoorbeeld de bivak waar we naartoe moesten van die para's. Er was op een gegeven moment liepen we over een pad en ik liep ook voorop, dus ik kon dat goed zien. En op een gegeven moment komt hij daar bij een struikje en er staat een blad, staat precies de andere richting in, of uit. En het was niet geknakt, niets eraan te zien, enkel de andere richting uit. En toen zegt hij meteen, dat is het spoor. Jullie hebben het hier, nou, ik meen, wel bijzonder zwaar. Is dat juist? Ja, dat is, het is wel zwaar hoor. Als je hier door die bus heen moet crossen en zo de hele dag door. En, nou, dat valt gerust niet mee, want je gaat er tot een modder aan toe in en je moet je eigen s'nachts maar behelpen. Als je daar op zo'n regenzeiltje legt te snurken, krijg je ineens weer een bui, nou, dan weet je niet meer dat je leeft hoor. Hebben jullie nou nog enige mogelijkheden om wat naar huis te schrijven? Nou, dat is zeer slecht, meneer. Ik bedoel, je schrijft wel naar huis toe, maar ja, als er zo'n 14 dagen overheen gaan en u ziet zelf hoe dat hier zit, zo zit je weer 3 weken in de bus en dan kun je weer eens een keer naar de strip en dan zijn er geen postzegels meer. Die ouwe thuis die denken dat je bijvoorbeeld niet schrijven wil of zo, maar. En de jongens hier ook allemaal. God, dan kan ik weer niet naar mijn meisje schrijven of zo, maar. Ze willen echt wel hoor, maar ja, het kan af en toe niet, hè. Hoe staat het met de gezondheidstoestand hier? Nou, ik zal even vertellen van, je hebt hier van die muskieten en je hebt 100 beestjes, weet u. En zodra er iets zweert aan je voet of zo, dan genezen het heel moeilijk. Vooral omdat je je schoenen elke dag aan moet. En dan zit je weer in de modder en in de dinges. Het genezen haast niet. Van de wijk hebben we een korporaal, onze korporaal, Sarma heet die. Die is terug, die is afgevoerd geworden van ons bivak. Die zat van onder tot boven, of hier van zijn arm tot hier al in het verband. Je had enkel wonden en allemaal etten eromheen. En hier ook, en deze. En tot deze knieën en toe. Kijk, dat geneest allemaal niet. En we hebben wel van die flesjes met die muskietolie en zo uit. Maar dat helpt dus niet. En dan heb je nog die boeslaars. Die krijgen allemaal rode plekjes op je gezicht en op je armen. Uit. En als je daar nou van die rommel op gaat gooien of zo, naar het bed alleen maar. Want dan gaat je hand van vervellen en zo uit. Maar ja, en dan gaat het zweren. Dus dan ga je krabben en dan krijg je allemaal wondjes. En die genezen heel slecht. Vooral door de vele huidaandoeningen is het aantal zieken hoog. Maar het militaire leven gaat door. Terwijl een aantal Papua-vrijwilligers in een rubberboot plaatsneemt om naar Caimana te worden vervoerd om daar uit te rusten, proberen de mariniers hun spullen weer in orde te brengen. Het laatste wat wij van hen zagen was een marinier die geholpen door een Papua-vrouw probeerde in zee zijn vuile kleren weer wat te reinigen. Door de aankomst van de waterman is het aantal Nederlandse troepen op Nieuw-Guinea weer gestegen. In Hollandia ging een klein deel van boord, maar in Biak vond de werkelijke ontscheping plaats. Hier begon voor honderden Nederlandse militairen hun verblijf op Nieuw-Guinea. Met auto's werden zij naar hun verblijfplaatsen gevoerd. Een deel van hen werd ondergebracht in de marinekazerne in Biak. In Manokwari krijgen de mariniers een extra jungleopleiding. 4 maanden lang moeten zij hier in tenten slapen om te wennen aan het verblijf buiten. Pas daarna mogen ze in de kazerne slapen. Ze moeten leren zich via touwen over de vele rivieren te bewegen, zonder daarbij nat te worden. Ook leren ze hoe in het oerwoud hun bivak op te slaan en hoe daar hun eigen potje te koken. Ze krijgen de normale ingrediënten, maar moeten zien het zelf zo lekker mogelijk klaar te maken, want ander eten wordt niet verstrekt. Hier in Manokwari is ook de opleiding gevestigd van het Papua Vrijwilligerskorps. Men kan hen op 2 meter afstand voorbij lopen zonder hen te zien.
De voornaamste militaire basis op Nieuw-Guinea is Biak, met name het vliegveld dat de grootste startbaan in de zuidelijke Pacific heeft. Tientallen stukken geschut zijn hier opgesteld die dag en nacht zijn bemand. Staan jullie dikwijls op wacht? Ja, erg veel. Kijk, ik ben zelf bouwbediende, dus ik doe iets minder wachtlopen als andere jongens, maar die lopen ontzaglijk veel. Is dat ook jouw mening? Nou kijk, het is zo, het legt dus net aan hoe het weer er is. Je hebt dus dagen net zoals nu, dat het dus koel weer is, dan valt het wel mee. Maar als hier de zon schijnt, nou, dan is het behoorlijk pittig hoor. Hoe staat het met het eten? Dat is heel slecht. Zeer slecht, kan ik wel zeggen. Het is was gisteren ook, het is vandaag Pinksteren en je kan helemaal niet merken dat je een extraatje of zo erbij krijgt. Minder brood krijgen we zelfs, krentenbrood krijgen we altijd, was er nou ook niet. Maar kijk, dat die dingetjes, die onthouden je altijd wel. Wat krijg je nou voor eten? Nou, we krijgen dus, s'morgens krijgen we brood. S'middags dus krijgen we aardappelen, dus dat wordt afgewisseld weer met rijst. Dus rijsttafel of nasi of zo. En s'avonds ook weer brood. Hebben jullie nou wel eens om ergens naartoe te gaan, s'avonds of zo? Nou ja, je kan dus in de kazerne naar de film toe gaan. En je kan dus ook s'avonds de kotten ingaan. Maar voor de rest is hier niet veel te beleven. Ja, het is heel slecht vertier is het hier. Je kan nergens zijn. Meestal zit je hier op bestelling en in de kotta kan je ook niet veel doen. En met een paar toko's en voor de rest kan je nergens zijn. Dansen, meisjes, niets hebben hier. En ook wij moeten constateren dat met name het broodbeleg, de Nederlandse traditie getrouw eigenlijk, aan de bijzonder keirige kant is. Dit is het broodbeleg van een dag. 2 sneetjes koek, een wat vreemd beleg in de hitte van Nieuw-Guinea, en een stukje worst. Op het vliegveld van Biak zijn behalve hunters straaljagers van de luchtmacht ook de Neptunes van de marine luchtvaartdienst gestationeerd. Heeft u nu steeds vliegtuigen in de lucht op patrouillevlucht? Dat hangt erg af van de situatie, van de vermoedelijke dreiging, verwachtingen. We hebben, ik kan wel zeggen, iedere dag in ieder geval iets in de lucht. Maar het komt inderdaad voor dat we de inspanning moeten verhogen en dat we 24 uur doordraaien. Kunnen de vliegtuigen snel opstijgen wanneer er alarm wordt gegeven? We hebben hier een systeem dat als er een vliegtuig weg is, waar altijd iets aan verkeerd kan gaan, de radar kan eruit scheiden op een nacht opdracht, dan moet er afgelost kunnen worden. En daar hebben we altijd een Neptune met bemanning voor klaar om dat onmiddellijk over te nemen. Nou is dat onmiddellijk is een beperkte zaak, want de Neptune is niet zo vreselijk eenvoudig met alles wat eraan zit om snel in de lucht te krijgen. Dat is toch niet de bedoeling, daar is hij nooit voor gebouwd. En alle ingewikkelde apparatuur wat gecheckt moet worden tevoren, houdt wel in dat men in ieder geval een half uur of meer nodig heeft om, als men op het vliegtuig stapt, dit van de baan te krijgen. Hoe staat het met de hunters? De hunters, daar zit een heel andere eis dus achter, die moeten onmiddellijk weg kunnen. En dat is wat dat betreft ook zwaarder voor de lieden van de luchtmacht. Die moeten ook bij hun vliegtuig zitten als ze de wacht hebben. Die hunters die staan voortdurend opgewarmd klaar. En die hebben het zoals een paar weken geleden met een twijfelachtige zaak waarop men geen risico nam en dus luchtalarm sloeg, waren de hunters binnen 3 minuten weg. Neptunes kunnen 12 uur in de lucht blijven en patrouilleren geregeld langs de kust. Uitgerust met radar zien zij geregeld Indonesische vliegtuigen op hun scherm verschijnen. Vliegers hebben nadrukkelijk opdracht alleen te schieten als zij worden aangevallen en alleen op te treden wanneer er agressie wordt gepleegd.